Cancellara kan hier wel uit het wiel komen, maar Van Marken blijft dat goed doen en duikt nu. En Cancellara is een metertje kwijt. Cancellara is een metertje kwijt. Komt hij nog terug op Van Marken of kan Van Marken dat houden? Cancellara komt erover. Cancellara komt erover. En wie wint? Het is Cancellara die Parijs-Roubaix voor de tweede keer wint in zijn carrière. Maar wat heeft Van Marken een fantastische Parijs-Roubaix gereden. I knew it, how you lose Roubaix. I know how to win Roubaix. I didn't do a proposal. I only asked him if he knew the difference between the Swiss francs and the euros, you know. But he didn't know the difference, so I offered him my Swiss watch, but he didn't like the color. But afterwards, I saw my watch was stolen. So, Seb, if you watch this, please bring me back my watch, because otherwise I will get emotional, just like you yesterday, you know? Seb?